Hi, wat leuk dat je bij mij komt kijken bij mijn slijmcollectie van 2018, de zomer van 2018. Dit is deel 4 van mijn slijmcollectie en we gaan kijken hoe mijn alleroudste slijm, wat ik nog bewaard heb, hoe dat bewaard is gebleven. Wil je de vorige 3 delen ook zien? Nou, kijk dan ook vooral aan het einde van de video, dan zul je dus een link naar al mijn andere slijmvideo's zien. En daar zul je ze ook zien. Als je gaat zoeken, zoek dan even op Juf Jannie slijmcollectie. En dan zie je vanzelf zomer 2018 en dan kun je dus de verschillende delen vinden. Nou, we gaan gauw beginnen. Dit heb ik gemaakt met Halloween. Dit was verleden jaar Halloween heb ik dit gemaakt. Dus het zal nu wel rond de 9 maanden oud zijn. Ik ga kijken hoe dit bewaard is gebleven na 9 maanden. Deze was echt heel erg simpel om te maken. En op zich lijkt hij me nog steeds wel goed. Als je hem weer wat beter wil krijgen, dan doe je er wat scheerschuim bij. En dan is hij weer helemaal goed om mee te spelen. Het is echt het allermakkelijkste om te maken, vind ik, qua slijm. Gewoon balletjes slijm. En dan scheerschuim bij. En dan voelt het gewoon echt heel erg lekker leuk om mee te spelen. Na 9 maanden nog steeds goed. Dus dit is echt heel leuk om te maken en om leuk mee te spelen. Nou, die ziet er nog goed uit. Lekker simpel. Voelt nog steeds heel erg lekker aan de handen. En klinkt ook lekker tijdens het spelen. Dus daar ben ik ook dan heel tevreden over. Die kan nog lekker in mijn collectie blijven. Gaan wij door. Nou, volgens mij is dit cupcake slijm. Cupcake slijm meer dan een jaar oud. Even aan ruiken. Ja, ruikt nog steeds goed. Even heel voorzichtig met mijn vingers erin. Ja, ziet er ook eigenlijk nog steeds heel goed uit wat slijm betreft. Alleen natuurlijk zitten mooie glitters in van de cupcake. En die is dan naar beneden gegaan in mijn potje. Maar verder, nou, perfect slijm. Meer dan een jaar oud. En dan nog steeds en heel mooi. En nog steeds heel goed. Dus dit is op zich een heel goed recept. Kom je een recept tegen waarvan je denkt, die vind je leuk. En die is dan nog steeds heel goed om te bewaren. Kijk dan ook even hieronder bij de beschrijving van de video. Ik probeer altijd zoveel mogelijk mijn linkjes van mijn slijmvideo's te plaatsen. Op een gegeven moment heb ik natuurlijk veel te veel linkjes en kan ik ze niet meer allemaal laten zien. Zoveel ruimte krijg je niet van YouTube om maar alle linkjes te plaatsen die je zou willen. Ik ben echt heel blij met deze. Die is echt mooi. Ziet er nog steeds heel gaaf uit. Voelt meteen goed. Hoef ik niks aan te doen. Want normaal gesproken, vooral met mijn nieuwste slijm, merk ik dat ik toch iedere keer even weer een nieuw mengseltje aan moet doen. En daarmee moet kneden voordat het dan weer goed is. Maar deze is eigenlijk nog helemaal goed. Zoals je kan zien, perfect en mooi en fijn. Dus dit is echt een heel goed recept. Nou, prima zo. Ik doe natuurlijk ook altijd heel erg mijn best om niet te veel baking soda of veel te veel vloeistof en zo tegelijk aan toe te voegen of boraxmiddel. Want dan wordt je slijm meteen heel erg hard en blijft het dus niet mooi bewaard. Dus dan moet je altijd bij het maken voorzichtig met je baking soda mengsel zijn en met je borax mengsel zijn. Oké, gaan we naar mijn Num Num slijm. 14 maanden oud, dus dat betekent al een jaar en 2 maanden oud. Gaan we eerst even aan ruiken hoe dat bewaard is gebleven. Deze ziet er nog wel vloeibaar uit, dus daar moet wat mee gebeuren. Ja, dat is altijd lastig, hè, om dat goed te ruiken. Ik twijfel erover. Ik ga hem in ieder geval uit de pot halen en dan kijken we wel weer verder. Hij is in elk geval helemaal vloeibaar. Dus wat dat betreft ziet hij er niet echt meer uit als slijm. Het is nu gewoon, drap. Ik ga kijken als ik er wat baking soda mengsel aan toevoeg, wat er dan gebeurt. Die moet ik nu nog wel even snel maken. Dus ik pak baking soda. Kan je ook in de meeste supermarkten wel kopen. Het is wel lastig om te vinden, vind ik altijd. Dus je moet wel eventjes dan, als je het niet kan vinden, even om hulp vragen. Dan vraag je dus even aan iemand die daar werkt of ze dit verkopen. En dan helpen ze je wel even verder. Oké,
Het is even vervelend geluid voor jullie. Misschien is het fijner voor jullie met een stok. Oké. We gaan het toevoegen en kijken of dat werkt, of dat helpt. Ik zie nog niet echt heel erg veel verschil. Het is nog steeds nat en brap. Het wordt nog niet dikker. Ik had in mijn vorige video had ik ook inderdaad één slijm opgeruimd. Dat ik zei van nou, die doet het niet meer. Dit krijg ik niet meer dik. En toen ik bezig was om al mijn slijm in een grote pot te doen om het naar de milieustraat te brengen, was die ineens wel goed. Was die echt helemaal lekker dik en slijm. En, maar ja goed, ik was niet aan het opletten. Ik was hem al in de pot aan het gieten en toen had ik hem al voor de helft er al ingegoten toen ik in één keer tot de conclusie kwam. Waar ben ik mee bezig? Deze is nog goed. Maar ja, toen had ik hem al voor de helft al leeg. Dus dacht ik, nou ja, goed, laat maar. Maar daar heb ik dus wel van geleerd dat tijdens de video, zoals nu, lijkt hij dus gewoon niet goed. En heb ik nu de neiging om te zeggen, dit is dus niet meer te redden. Dit gaat dan uit mijn collectie. Dit wordt niet meer dik. Maar ik heb dus van die keer geleerd dat ik het ook eigenlijk gewoon moet laten staan. En niet te snel oordelen, want daarna was hij echt perfect. Hij was echt goed. Het was echt precies wat je van slijm wil hebben. Lekker om mee te spelen en lekker dik en helemaal niet plakkerig. Maar ja, toen had ik de video en al klaar en had ik het al voor de helft in de pot gedaan met de rest van de slijm. Dus, wat ga ik nu doen? Voor de zekerheid doe ik er nog wel wat meer baking soda bij. Want volgens mij heb ik toen ook gewoon lekker veel erbij gegoten. Puur om te kijken of er echt niks gebeurt. Kijk, dit is echt nog niet goed genoeg. Hij wordt wel dikker, maar hier kun je niet mee spelen. Dit blijft gewoon alleen maar enorm plakken aan je handen. En dat wordt helemaal niks. Maar voordat ik ga oordelen, ga ik dit nu opzij zetten en ga ik verder met de rest van mijn collectie. En ik zeg erbij dat deze dus een waarschijnlijk niet meer goed gaat zijn, maar hij krijgt nog een kans door gewoon even te zitten en te rusten. En aan het einde, als ik alles bekeken heb, gaan we hier opnieuw naar kijken. Dus die gaat voor nu eventjes opzij. Oké, wij gaan verder met wat heb ik hier nog meer? Ik heb hier Galaxy Slime. Galaxy Slime is ook 14 maanden oud, dus ook een jaar en 2 maanden oud. En hoe ziet dit er nog uit? Eerst even ruiken. Altijd belangrijk dat je eerst gaat ruiken aan je slijm, want daaraan kun je al meteen ruiken of het nog wel of niet nog goed gaat zijn. Nou, dat ziet er in elk geval beter uit dan mijn Num-Num slijm, maar nog steeds niet goed genoeg. Het probleem wat ik nu heb is, ik kan ruiken dat hij van wasmiddel is gemaakt. En als ik hem weer aan de praat wil zien te krijgen, dan zal ik dus inderdaad met wasmiddel aan de gang moeten. Maar dat heb ik hier niet bij de hand. Ik heb alleen mijn baking soda mengsel bij de hand. Nou, ik kan even kijken of ik snel wasmiddel kan vinden. Ik heb hier nog een beetje Persil gel. Ik denk dat ik die ook heb gebruikt om het te maken, mijn Galaxy Slime. Meer dan een jaar geleden. We gaan het proberen. Even een beetje erin mixen. Nou, ik zie gelijk weer wat gebeuren. Hij begint weer los te laten en dus inderdaad minder plakkerig te worden. Even kijken of die dan ook al kneedbaar is. Of, nou, ik denk dat dat nog een beetje te vroeg was om dat al te proberen. Kijk maar. Het, het was even te vroeg om het kneden al te proberen. Maar goed. Eenmaal begonnen moet ik het nu ook afmaken. Want ik wil het natuurlijk wel goed zien te krijgen. Zodat ik het weer van mijn vingers af kan krijgen. Het ziet er wel mooi uit nog met de glitters, zoals je kan zien.
wel heel gaaf. Even nog een beetje wasmiddel erbij. En ook hierbij niet te veel tegelijkertijd. Anders dan kan die wel daarna uit mijn collectie. Dan krijg ik hem nu misschien wel goed voor de video. Maar daarna wordt hij te hard en is het niet meer goed. Dat is altijd het lastige wanneer je slijm aan het maken bent. Als je niet geduldig bent en je doet er gewoon gelijk te veel wasmiddel of lensvloeistof of baking soda mengsel bij, dan ben je wel heel snel klaar. Dan is je slijm echt heel snel af. Alleen als je het dan een uurtje later weer erbij pakt, dan is het te hard geworden en kun je het daarna weggooien. Dus je moet echt altijd je tijd nemen en er beetje bij beetje bij doen. Deze denkt, nou ja, met je beetje bij beetje, ik ga niet meer van je handen af. Dus ik moet nu beetje bij beetje dit erbij doen en mengen. Net zolang totdat ik zo ver ben dat ik hem daarna wel van mijn handen kan krijgen. Ik ben nu gewoon puur, je zal wel aan het denken zijn van nou, je valt je slijm, maar wat ben je aan het doen? Ik ben aan het proberen om het wasmiddel wat ik net bij heb gedaan, om dat even zo goed mogelijk erin te kneden. En daarna moet ik even steeds beetje bij beetje een paar druppels erbij doen tot ik er ben. Ik doe even de camera uit en ik ga even beetje bij beetje verder, want anders ben je met mij 20 minuten aan het kijken hoe ik beetje bij beetje aan het kneden ben. Dat is voor jou een beetje saai. Dus je ziet zo meteen even het eindresultaat. Helemaal goed krijg ik het niet meer, dus helemaal speelbaar vind ik het niet meer. Hij blijft nog wel heel plakkerig, zoals je hier kan zien. En dat is wel jammer. Ik ga hem wel nog bij mijn collectie houden, want ja, op zich, hij ziet er nog steeds mooi uit. Ziet er nog steeds goed uit. En ik ben een beetje bang dat als ik het straks ga opruimen, dat hij weer goed blijkt te zijn. En dat vind ik dan heel erg zonde. Maar ik vind hem eigenlijk niet meer leuk speelbaar. Maar ik ga hem toch gewoon bewaren. Gaan we door naar de volgende. En dan lipbalmslijm van bijna 1,5 jaar oud. Nou, dit is in elk geval geen waterige drop. Even ruiken. Nou, hij knettert nog steeds lekker als zijnde dat het kauwgom is. Na 1,5 jaar ziet er nog steeds leuk uit om mee te spelen. Ik heb maar een heel klein beetje gemaakt, zoals je hier kan zien. Dus het is echt iets voor in je vingers. Een beetje, het voelt net zo'n beetje als speelbaar kauwgom. Kauwgom, dat is niet lekker om mee te spelen. En dit voelt wat steviger aan. Een soort kruising, denk ik, tussen putty en slijm. Nog steeds heel goed, dus een leuk recept. En ik heb hem dus met mijn lipbalm gemaakt. En het is nog steeds heel erg goed. Het ziet er ook nog wel mooi uit, vind ik. Een mooi kleurtje. Ik had geloof ik meerdere kleuren door elkaar gedaan. Oké, nou. Nou, heel mooi. Weer eentje ertussen die nog steeds gewoon helemaal goed is. Laat wel een vetlaagje achter op mijn vingers. Dat voel ik wel echt, een vetlaagje van mijn lipbalm. Gaan wij door naar Nutella slijm. Ook dit bijna 1,5 jaar oud. Even ruiken, want het is met verf gemaakt. Nee, dat ruikt nog steeds goed. Dus geen probleem. We gaan eens kijken of ik dit er zo uit kan krijgen. Even stok of zoiets zoeken. Iets waar ik het ermee uit kan krijgen. Kijken hoe dit is. Het voelt wel heel plakkerig zoals je hier kan zien. Dus ik zal er wel weer wat... Het is volgens mij gemaakt met wasmiddel. Dus ik zal hier wel weer wat wasmiddel aan moeten toevoegen. Maar het is wel fijn om te zien, want ik gebruik zo min mogelijk verf. Omdat de laatste keren dat ik dat had gebruikt, ging het eigenlijk binnen 3 weken rotten en schimmelen. Dus ik dacht dat het door mijn verf kwam, maar dit is ook met verf gedaan en dit is gewoon nog goed. Dus ik kan binnenkort weer eens even wat gaan proberen. Daar lag het dus niet aan. Oké, maar dit is dus heel plakkerig. Dit is een beetje net als de slijm van net. Dus ik ga weer even hier weer steeds wat persil bij doen. En dan gaan we zo meteen kijken of ik het aan de praat heb gekregen. Of dat hij misschien toch 1,5 jaar, dat dan niet meer langer meegaat in mijn collectie. Ik heb even hier een klein beetje gepakt. Meer wasmiddel bijdoen hielp niet. Lenzenvloeistof bijdoen hielp niet. Alleen een baking soda mengsel erbij, dat scheen te helpen. Dus dan zie je hem dat je het wel weer langzaam aan de praat zou kunnen krijgen. Het blijft nog wel
plakkerig. Maar goed, dan moet ik er maar wat meer baking soda mengsel bij doen. Maar zo kan ik het dus weer tot smeersel krijgen. Nutella slijm smeersel. Goed, ik ben hier al met al een half uurtje mee bezig geweest. Dus niet alleen met dit stukje hoor, maar om het ook een beetje weer van mijn stok af te krijgen. Ik ga gauw door naar de volgende. En dan mijn ijslijm. Die niet meer open wil. Oh, zo. Zo. Die was stevig. Even ruiken. Hij ruikt niet verkeerd, maar ik weet niet precies wat ik zie daarin. Even kijken hoor. Oh nee, het ziet er op zich nog best goed uit. Alleen is het wat steviger geworden. Het slijm zeg maar is zich gaan scheiden van het water. Op zich is dat niet zo heel erg. Je kan het wel weer echt in elkaar kneden en het weer goed krijgen. Nou, ga ik nu niet voor nu helemaal doen. Want dat gaat me weer echt een half uur kneden kosten. Maar hij is dus nog steeds goed. En als je hem helemaal samen kneedt met het water, dan is het weer echt heel leuk slijm. Dat heb ik me vast wel eens zien doen in mijn vorige slijmcollectie. Zo niet. Nou, zoek even een slijmcollectie op waarin je dat potje ziet. En dan zie je dat ik hem weer helemaal in elkaar kneed. En dan is het weer heel leuk speelbaar slijm geworden. Ik ga door naar de volgende pot. Dat doe ik alweer een ander keertje. Zo, dit weer even opzij schoonmaken. En dan de volgende pot. Dat is Guy Diamond slijm. En volgens mij heb ik met Guy Diamond slijm hetzelfde probleem als met ijslijm. Als ik hem opkrijg. Oh, die zit echt stevig. Zo. Hoppakee. Even alle papiertjes ervan af. Ook Guy Diamond slijm is namelijk in twee delen. Eén deel is dus vloeistof. En één deel is dus slijm. Ook dat is dus heel hard geworden. En ook dat kan je wel weer goed krijgen hoor. Als je dat helemaal in elkaar gaat kneden. Wat ik ook nu niet ga doen. Wat ik wel ga doen is, want hetzelfde zal waarschijnlijk met mijn bladslijm zijn gebeurd. Met mijn bladslijm, die ga ik dan wel in elkaar kneden. Dat gaat dan wel even een half uur duren. Niet dat jullie een half uur met me meekijken. Dat doe ik dan zonder camera aan. Maar dan kan ik je laten zien wat dus ook met het slijm hier dus aan de hand is. Zoals je ziet, het is nog wel steeds slijm wat goed bewaard is gebleven. Je moet het alleen weer samen kneden met alle vloeistof. En dan is het weer leuk en speelbaar. Maar mijn vaste slijmkijkers, die vragen zich natuurlijk af. Is slijm nog goed? Dat is de grote vraag. IJslijm was trouwens 1 jaar en 7 maanden. En deze is, even kijken, goed nadenken, 1 jaar en 9 maanden. En volgens mij is dat ook met bladtype slijm. Oh, mijn bladslijm, die is uit 2016 met Halloween gemaakt. Dus die gaat al zijn tweede jaar nu in. Die gaan we dus wel even in de pot doen. En dan ga ik jullie laten zien wat ik dus bedoelde met de vorige slijm. Dat je dat dus wel in elkaar kan kneden. Maar dat duurt gewoon heel erg lang. Tenminste, ik hoop dat dat nog het geval is. Want anders dan moet die uit mijn collectie na bijna 2 jaar. Kijk, zoals je kan zien, deze is veel harder dan die andere twee. Die andere twee die waren nog veel kneedbaarder. En wat ik dus nu ga doen, dan doe ik zo even de camera uit en dan ga ik even heel lang kneden, kneden, kneden. Ik ga nu al het water proberen hierin terug te kneden en dan zul je zien dat het weer rekbaarder wordt. En dat die dan hopelijk weer nog in mijn collectie kan blijven en zijn tweede jaar kan halen. Ik ben er bang van, want deze is echt veel steviger dan mijn Guy Diamond slijm van net en mijn ijslijm van net. Maar we gaan het proberen. Ik ga het er helemaal in kneden. Nou, met heel veel moeite heb ik een beetje water erin kunnen krijgen. Maar zelfs dan is het echt duidelijk te zien dat het op is. Dat het gewoon echt niet meer rekbaar te maken is. De andere twee, die zijn nog wel goed. Die zou je nog wel lekker rekbaar kunnen maken, maar deze niet meer.
Dus dat is het einde van bladslijm in mijn collectie. Bijna 2 jaar heeft hij dus in mijn collectie kunnen zitten. Ik hoop dat je deze aflevering van mijn slijmcollectie leuk vond. Is dat zo? Vergeet niet de video een like te geven. Wat vinden jullie van bladslijm en het einde van bladslijm in mijn collectie? Laat het me maar weten hieronder bij een reactie. Ik ben benieuwd wat jullie schrijven. Ik zal natuurlijk alles lezen. Dat doe ik altijd. Hier kun je mijn kanaal abonneren als je nog niet lid bent van mijn kanaal. En hier zie je al mijn slijmvideo's. Doepa doe! Ooh.